Hallo Rut. Hallo. Wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Rut Ploop. Ik werk sinds 1998 voor LOC. En heb daar diverse functies gehad. Cursusadministratie en secretaresse, directiesecretaresse. En vanaf vandaag zelfs ben ik vraagbaar medewerker. Ah. En kan je daar wat meer over vertellen? Wat doe je dan zoals vraagbakenmedewerker? De inkomende telefoon pak ik op en ik luister wat de klant wil, wat hij vraagt. En probeer daar een antwoord op te geven. Kan ik dat zelf niet, dan ga ik uitzoeken wie dat wel kan. En met het verzoek om dan zo snel mogelijk ook contact op te nemen, zodat de klant snel antwoord heeft. En daarbij hou ik ook de e-mail van de vraagbaak bij, zodat mensen, als ze het per mail willen weten, wat voor vraag dan ook, ik dat ook in beeld heb en ook kan doorsturen naar degene die dat kan beantwoorden. Mooi. En zijn er nog andere dingen die je voor LOC doet? Ja, het agendabeheer van de coördinatoren. Overleggen over de agenda ook met de ondernemers die sinds februari voor LOC werken. En wat moet ik er daar dan zo al bij voorstellen? Afspraken maken met raden, afspraken maken met collega instanties. Ja, contacten leggen ook via mail of telefoon. Ja. En in dat alles, wat vind jij leuk aan het werken bij LOC en het werk dat je doet? Met name dat je dat ik 's ochtends nooit weet wat ik de dag ga doen. het is heel veel, er zit heel veel variëteit in, heel veel verschillende dingen. En het prettige is dat ik, als ik 's avonds of 's middags naar huis ga, dan heb ik zoiets van, yes, ik heb een boel mensen, of mail weggewerkt, of een boel mensen geholpen. Dat geeft een goed gevoel. En wat ik ook erg belangrijk vind, is dat ik rekening hou met hoe dingen bij mensen overkomen. Dat je rekening houdt met de klant, wie dan ook. Want dat kan net zo goed de coördinator of de ondernemer zijn. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven, van dat rekening houden met het? Nou, het is soms heel simpel. Als een afspraak voor bijvoorbeeld Martijn gemaakt wordt, dat je rekening houdt van de reistijd die iemand heeft naar een overleg of cliënt toe. Voor een klant ook van dat je rekening houdt met plannen van bijeenkomsten, van is dat inderdaad wel goed te bereiken voor een ieder, en dat mensen ook weten waar ze naartoe moeten. Ja. Helder. Dank je. En is er in dat, want je werkt dus echt al een heel aantal jaren voor LOC, bij LOC, met LOC. Zegt dat ook iets over je affiniteit met LOC als organisatie? Ja, want ik denk dat je... ik word niet gelukkig van als ik bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar zou werken. Ik voel me prettig bij LOC, omdat ik ook de dingen kan doen die ik leuk vind om te doen. En ik kan ook aangeven dat ik bepaalde dingen niet leuk vind. En daar wordt rekening mee gehouden. Dat is heel fijn. Ja, dat je talenten ook... daarin kan gebruiken. Ja. Geweldig. Dankjewel. Ja. Is er nog iets anders dat je toe zou willen voegen? Nee, op dit moment niet. Nee. Nou, dan wil ik je hartelijk danken. Graag gedaan.